In deze zaal worden beslissingen gemaakt die van invloed zijn op jouw leven. Dit is de Statenzaal van de provincie Overijssel. In deze grote zaal debatteren volksvertegenwoordigers, statenleden noemen we ze, onder meer over de bus. De provincie zorgt ervoor dat er een bus van jouw dorp naar die andere stad rijdt, of dat er treinen rijden tussen Enschede en Zwolle, of tussen Almelo en Marienberg. En vind je de N-weg aan de rand van je woonplaats maar gevaarlijk, dan gaat de provincie daarover. Hallo? Dat stikstof hier niet het probleem mag zijn. Veel drukker als daarvoor en zal nog drukker worden. Je moet heel waakzaam zijn, heel alert zijn als je op deze route fietst. Het ging de afgelopen tijd natuurlijk ook veel over stikstof. De provincie moet wat doen aan die stikstofuitstoot, bijvoorbeeld door boeren uit te kopen. Want de provincie gaat over het natuurbeheer in Overijssel, zodat jij bijvoorbeeld lekker met de hond door het bos kunt wandelen. Lekker snuffelen, rondrennen. Dat is het ideale van het in het bos lopen met een hond. En waar komen nieuwe windmolens of nieuwe zonneparken? Ook dat bepalen ze hier in Zwolle. Woningbouw is ook zo'n hot item. De provincie bepaalt waar nieuwe woonwijken komen, om ervoor te zorgen dat die woonwijken, de bedrijventreinen en de natuurgebieden elkaar niet in de weg zitten. En wat te doen met al die verzakte huizen rondom kanaal Almelo-De Haandrik? Moeten bewoners volledig worden gecompenseerd of moeten ze maar een deel van de kosten vergoed krijgen? Ook dat wordt hier besloten. Maar dit gaat niet goed. Dit duurt veel te lang. En hoe gaat het met onze economie in Overijssel? De provincie bepaalt waar nieuwe bedrijventreinen komen. Bedrijvenpark Twente Noord, N36 die loopt daar, die zie je daar. Ook is de provincie de grote baas over de 25 gemeenten in Overijssel. Zo controleert de provincie het huishoudboekje van de gemeente. Het zijn zomaar wat voorbeelden van dingen die van invloed kunnen zijn op jouw en mijn leven. En door te gaan stemmen kun jij dat beleid beïnvloeden.